allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel, ben ik hier vandaag met een Primark shoplog. Jullie hadden een poosje geleden de shop met mijn video kunnen zien. In die video was ik mijn portemonnee vergeten, wat echt super slim was. Maar die dag daarna ben ik teruggegaan en heb ik de dingetjes meegenomen die ik leuk vond. En dat is dus shoplog voor vandaag. Met dat allemaal gezegd te hebben, hou je nou van shoplogs en Primark shoplogs en shop met mijn video's. Vergeet dan vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar één druk op de knop. Is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon te hoog dat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En laten we nou beginnen met de spulletjes. Trouwens nog heel even snel. De tatoeages zijn aan het vervellen op dit moment. Dus ze zien er een beetje gross uit. Sorry als je dat ziet. Als eerste. En deze had ik eigenlijk niet die dinsdag gekocht. Want ik ging namelijk vrijdag wat terugbrengen. En toen zag ik deze. Ik ben er echt verliefd op. Dit is het enige Harry Potter item wat ik op dit moment aan jullie in deze hele shoplog te laten zien heb. En dat is dit Honeydukes kussen met het logo. En ik heb hem andersom, zie ik nou. Dus laten we hem maar even zo houden. Legendary Wizarding Sweet Shop. Echt super tof. Ik vind hem echt super tof. Het enige wat ik een beetje jammer vind is dat hij rood met blauw is en niet roze met blauw. Maar de andere kant is ook echt geweldig. Heb je het logo en allemaal snoepjes en een chocoladekikker. Ja, ik raakte er gewoon helemaal verliefd op. Vooral toen ik de prijs zag. Want deze was maar 7 euro. Ze hadden daarnaast een ander kussen liggen van Harry Potter. En die was echt, nou, 1/3 van dit formaat. En die vroegen ze 12 euro voor. En hier vroegen ze 7 euro voor. Dus ja, toen ik die prijs zag, kon ik hem gewoon niet achterlaten. Ik ben dol op Honeydukes. En Primark heeft nu een hele lijn uitgebracht. En die is in Londen. Ik hoop dat het ook naar Nederland komt. Maar aan de ene kant vind ik het heel, heel spijtig dat het precies op dit moment allemaal gebeurt. Want als jullie dit kijken, 2 juli. Dat is waarschijnlijk al geweest. Dat is sowieso al geweest, denk ik, als jullie deze video zien. Maar daarna moet ik 3 weken bedrust. En kan ik niks en mag ik niks doen na die operatie. Dus ik ga de rest van deze lijn helaas missen. Maar ja, dit kussen dus. Super, super tof. Ze hadden er nog maar eentje, dus vandaar dat ik er ook maar 1 heb. Maar ik denk dat die heel tof zou zijn als je 2 hebt op een 2-persoonsbed of op de bank. Could be great. Dan een item waar ik echt al mijn zelfbeheersing voor nodig had. Want deze wil ik al de hele tijd aandoen. Dit is namelijk een pyjama legging van Pusheen in de mermaid versie. Op één been heb je Pusheen zitten als semi-min. Aan de andere kant is het gewoon roze. Het is een pastelroze kleur. Volgens mij zie je het totaal niet op de camera. Hij heeft een mintgroen aanknoopdingetje. En 3 van die sierknoopjes ook in het mintgroen. Waarom ik alles moet inhalen om deze niet aan te doen. Ik leef in pyjama kleding het hele weekend lang. En zodra ik thuis ben, het eerste wat ik doe is al mijn kleding uittrappen. En een lekkere comfortabele pyjama aan. En ik had al een keer zo'n pyjama legging van Pusheen gekocht van Primark. En die draag ik echt altijd. Dus toen ik deze zag en hij was in de sale. Hij was namelijk nu van 10 naar 5 euro. Dus ik heb hem meteen meegenomen. Dan een item wat op dit moment in de was zit. Maar wat ik al heb gedragen. Je zag het ook in een tatoeagevideo. Dat is namelijk deze jurk. Dit zijn pasfoto's van in het pashokje dat ik hem aandeed. Volgens mij was die... Oeh, dat is trouwens wel een goeie. Er hangt geen kaartje meer aan. Maar volgens mij zat die rond de 18 euro als ik het goed zeg. Het is dus een jumpsuit-achtige jurk. Want het heeft shorts eronder zitten. En ik vind hem gewoon echt heel erg mooi. Ik doe er persoonlijk wel een hemdje onder. Want er zit wel een drukknoopje waarmee je een dicht kan maken bij je borsten. Maar zodra je iets doet met je armen, dan poep, is hij meteen open. Het is best wel een zwak drukknoopje wat er zit. Dus ik doe er gewoon een hemdje onder en laat hem open hangen. Dan ziet hij er super leuk uit. En is echt ideaal met het warme weer nu de hele tijd. Want ja, het is gewoon super luchtig. En met die shorts zit het ook nog eens comfortabel. Dus dat is het enige echte kledingstuk wat ik heb gekocht deze keer. Dan heb ik ook 2 paar schoenen gekocht. Echt de afgelopen maanden, of half jaar zelfs, ben ik super braaf geweest qua schoenen. Ik heb een schoenentik, dus ik koop heel erg graag nieuwe schoenen. Maar ik heb in de laatste tijd heel erg ingehouden, maar nu heb ik 2 paar gekocht bij de Primark. Maar, ik moet zeggen, deze zijn functioneel. Ik had namelijk iets nodig qua nette schoentjes die makkelijk zouden lopen voor de trouwerij van mijn zus. Want haar thema is blauw, zilver, wit. En dat zijn nou precies de kleuren, ja, behalve wit natuurlijk. Maar ik heb een blauwe jurk. En daarbij staan gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind met die lichte tinten heb ik niet echt goede schoenen. Dus ik heb deze lichtgrijze, ja, wat zijn het? Het zijn met gesloten tenen en een bandje om de enkel. Ze zijn gewoon heel simpel. Deze waren maar 8 euro.
En daarvoor, ja, ik denk dat ik ze verder nooit ga dragen. Want het is niet mijn stijl, zeg ik eerlijk. Maar wel perfect voor haar trouwerij. En omdat ik heel veel ga helpen die dag, vind ik het wel belangrijk dat ik er netjes uitzie. Dus vandaar. Dan de andere schoenen zijn totaal in mijn straatje. Deze had je kunnen zien in de Shop Met Mij video. Het zijn namelijk deze witte gimpen met 3 pompons erop. In het roze, blauw en lila. Echt pasteltinten. En ik vind ze echt geweldig. Stel je zou de pompons verliezen, dan heb je gewoon normale witte gimpen. Wat ze wel hebben is een hoger plateau. Wat ik echt heel erg tof vind. Want ik hou ook heel erg van creepers en zo. Dus ja, ik raakte er gewoon verliefd op. Je had het ook kunnen zien in die video. Ze waren wel een beetje duur, zeg ik eerlijk. 16 euro. Dat is niet duur voor schoenen, zeg ik ook eerlijk. Maar voor Primark is het wel wat aan de prijzigere kant voor schoenen. Maar ik vond ze gewoon super leuk. Ik hou heel erg van pasteltinten, dingen dragen. Dus deze, ja, deze paste gewoon perfect bij heel veel kleding die ik heb. Dus ik heb echt zin om deze nou te gaan dragen. Ik heb echt deze spullen al een week in de tas liggen. Dus ik ben heel excited dat ik nou al deze dingen echt daadwerkelijk kan gaan gebruiken. Dan iets wat ik al heb gebruikt. Ik heb namelijk weer panties meegenomen. En dit is 3 paar 60 dingen voor 5 euro. Neem ik altijd mee als ik naar de Primark ga. Ik ga er dus ook niet te veel over praten. Jullie weten hoe dol ik ben op de panties van de Primark. Heb weer een setje gekocht. Heb ze al gedragen. Dus daar is deze verpakking van. Dan ook heb ik deze sokken meegenomen. En zoals veel van jullie weten, hou ik niet van sokken kopen of dragen. Maar ik heb ze helaas nou eenmaal soms nodig. Als ik een keer geen panties draag. En ik vind wel eerlijk gezegd altijd de sokken super tof van de Primark. En toen ik deze zag, ja, ik raakte er een beetje verliefd op. Het zijn namelijk Angelica sokken van Nickelodeon. Van de Rugrats. Dus een beetje een 90s Nickelodeon thema wat ze toen een beetje hadden bij de Primark. En dat was nu allemaal in de sale. Dus je krijgt 3 paar in plaats van 4 euro voor 2 euro. En ik vond ze gewoon heel erg leuk. Dus vandaar dat ik ze heb meegenomen. Dus dat is het voor de spannende sokken. Dan ook heb ik 2 hemdjes meegenomen. De zwarte heb ik al gedragen. Maar ik heb hier de witte. De zwarte had ik namelijk onder die jurk gedaan. Die jullie eerder zagen. Die ik had gekocht. Want ik heb eigenlijk geen hemdjes. Dus die heb ik daar meegenomen. En ze waren 1,80 per stuk. Op de ding staat 2,30. Maar er was een actie. Ik weet niet of dat altijd zo is. Maar er stond bij dat ze nu 1,80 waren. En voor die prijs zijn het echt super hemdjes. Ik heb hem dus ook in het wit genomen. Hij heeft dus ook nog eens verstelbare bandjes. Dus je kan hem ook gewoon mooi laten passen. En ik heb gewoon ja, de basics meegenomen. Zwart en wit. Lekker makkelijk voor onder wat ik maar wil in de zomer. Dus dat is die. Dan als laatste heb ik ook nog 2 dingetjes qua sieraden meegenomen. Als eerste, dit is een setje van allemaal van die steentjes oorbellen in verschillende formaten. Ik vind ze echt heel erg mooi en ze gaan namelijk ook heel erg klein, wat ik echt heel erg tof vind. En je krijgt 9 paar voor 2 euro. En dit zijn gewoon van die dingen die ik heel erg snel kwijtraak en heel vaak koop. Dus ja, voor mij zijn ze echt ideaal. Lekker makkelijk, maar 2 euro. Dus dat zijn deze oorbellen. Trouwens, in die Shop Met Mij video werd ik ook echt verliefd op die kettingset. Als je die video hebt gezien, dan begrijp je wat ik bedoel. Maar ik zal het ook nog wel heel even hier in beeld brengen. Ik vond hem echt heel erg mooi. Maar toen ik terugging en toen ik hem eigenlijk wou kopen, volgens mij was die 4 euro of zo. Toen ik hem wou kopen, toen zag ik dat ze allemaal aan elkaar verbonden waren aan de achterkant. En als ik ergens een hekel aan heb, is het kettingen die allemaal aan elkaar vastzitten. Ik vind het super leuk om te layeren met kettingen, maar als ze aan elkaar al vastzitten, vind ik het een nachtmerrie. Want ik krijg ze dan altijd in de knoop en er niet meer uit. Dus ik was echt heel erg teleurgesteld, want ik vond de set echt heel erg tof. En dan als allerlaatste heb ik nog deze ringen set. En deze hadden ze ook trouwens in het rose gold. Maar ik heb de zilveren meegenomen, want ik hou gewoon heel erg van zilver. En dit zijn allemaal van die midi ringen die boven je knokkel, zeg maar, zitten. Ik vind dat altijd heel erg mooi uitzien. Ik heb ze meegenomen in een small en die waren 2 euro. En dan krijg je 10 ringen. 2 euro. 10 ringen. Ik keek ernaar. Ik dacht echt, ja, jij gaat met mij mee. Sommige hebben steentjes. Sommige hebben pareltje erop. Sommige zijn gevlochten, gedraaid. Ze zijn gewoon echt heel erg tof.
Voor die prijs had ik eigenlijk ook wel die rosé gouden mee moeten nemen, bedenk ik me nou. Maar in elk geval, ik ben heel erg blij met deze. Nou, dat waren alle dingetjes die ik deze keer had geshopt bij de Primark. Ze hadden op dit moment echt heel veel leuke dingen, vond ik zelf. Maar ik moest me helaas inhouden, want ik had een budget. Maar dit waren de dingen die ik of nodig had, of die ik gewoon super tof vond. En vandaar heb meegenomen. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wil je nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes en in dit shout-out gedeelte gepresenteerd worden? Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, een fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je mij maar opvalt. En wie weet zie je jezelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één druk op de knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon te hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!